Vrienden in Rotterdam, ja, ik weet het. Ik weet hoe jullie je voelen. Ik weet wat het betekent, de klassieker. Ik weet wat het betekent voor jullie om te winnen van Ajax. Dat weet ik allemaal. Dat heb ik zo vaak meegemaakt. En nu weet ik daarom ook dat jullie een beetje verdrietig zijn. En ik wil jullie juist nu, op dit moment, wil ik jullie zeggen, jongens, kop omhoog. Niet zo. Kop omhoog. Dit. Hap. Borst vooruit. Dit. Hap. Borst vooruit. Want wees trots op Feyenoord. Wees trots op je ploeg. Want heb je dit allemaal gezien? Vooraf werd er gezegd. Nee, Feyenoord. Totaal geen kans tegen Ajax. Nee, dat is een beetje een ongelijke strijd. Dat wordt gewoon 3-0, 4-1, 4-0. Zoiets zou het worden. Daar hadden de meesten het over. En wat hebben we nou gezien? Ja, we hebben gezien. De eerste half uur, oké. Toen was Feyenoord iets te voorzichtig en iets te bang. Maar daarna, toen duurde de wedstrijd nog een uur. En wat hebben we toen gezien? Een Feyenoord wat gewoon bijna domineerde in de arena. Want Ajax, wat hebben we nou echt gezien van Ajax? Als Ajax Onana niet had gehad, dan was Feyenoord minimaal met een gelijkspel of een overwinning daar weggegaan. Want in de eerste helft was het al twee keer Onana die Ajax redde voor een gelijkmaker of een achterstand zelfs. En daarna dan die kansen voor Berghuis. Feyenoord heeft zich helemaal laten zien. Feyenoord heeft het slechte voetbal van de afgelopen tijd helemaal van zich afgespeeld. En Feyenoord was helemaal in de arena. Feyenoord, waar ik dan ook trots op ben. En daarom moeten jullie dat ook zijn. Trots op Feyenoord. En zing dus even met mij mee. Feyenoord.